Er zijn nieuwe Lurex pullovertjes binnen. Een hele mooie kwaliteit. Iets dikker als wat je van Lurex gewend bent. Ja, ik vind het niet prikken aan de binnenkant, want dat kan ooit wel met dat spul natuurlijk. Een boordje aan de mouwen en een boordje langs het V-halsje. Je zou er zelfs nog een blouseje onder kunnen dragen als je dat zou willen. Een mooie gouden draad zit er doorheen. Dus dan krijg je echt zo voor de decembermaand een hele leuke nonchalante pullover. Voor iedereen die niet te chic wil zijn, ik ben altijd van het casual en ik voel me dan ooit opgelaten als ik iets te netjes aan heb, omdat dat dan bij mij als persoon weer niet matcht, zeg maar. Maar zoiets zou ik dan weer wel aan kunnen doen. Dan is het toch te nonchalante en toch feestelijk. Dit is één maat. Ik heb hem nou voor even een stukje in mijn broek zitten. Ik heb er zo'n mooie riem bij. Die riemen zijn 1995. Ik doe hem er heel even uit en dan zie je dat hij achter ietsje langer is dan voor. Dat vind ik altijd wel mooi. En als je nou zegt, ja, dat vind ik ook leuk voor een stukje in mijn broek, dan draai ik pak dat altijd om mijn wijsvinger, dat draai ik een keer rond. En dan doe ik hem precies in het midden bij mijn broek en dan zit er altijd het mooist. Nou, de truitjes zijn. Oh, dan moet ik even spieken, dan weet ik het niet meer. Even kijken. Oh, dat is een heel mooi prijsje voor de kerst. 29,95. Vind ik echt een goede prijs. Eén maat is het. Ik heb maat 38, maar deze passen makkelijk tot 42. Zou zomaar eens een 44 kunnen zijn, maar dan moet je even komen passen in de winkel. 29,95 en het is donkerblauw. Ik heb hem gecombineerd met de donkerblauwe leatherlook broek met die knoopsluiting. Dat is grotendeels viscose met heel veel stretch erin. Middelhoog model, dan sluit hij bij mij hier tot in de holte van mijn rug, zeg maar. Mooie, fijne zakken erin, goede zakken op de achterkant. In het begin zijn ze gekreukt, maar de kreuk gaat eruit na het wassen. Of je kunt ze aan de binnenkant strijken. Ze voelen ook heel lekker zacht aan de binnenkant. Het is grotendeels viscose, dus het is niet zo'n plakkerige broek. Viscose met polyamide, ja, en dan die super stretch erin. Ongeveer lengte maat 32 en we hebben ze van maat 34 tot en met 42. Er is ruimte voor een buikje. Ik kan ze altijd best wel ver pakken zo, maar dat vind ik juist fijn, want ik doe altijd de riem eromheen en niet te strak. Dan blijft alles zo glad mogelijk zitten. De kunst is eigenlijk om de riem net aan te doen, net strak genoeg. Dat is beter dan dat de band echt in je buik gaat zitten, want dan creëer je een randje waarover je broekrand heen rolt. En dan vind ik altijd dat je alleen maar dikker lijkt, omdat je daar vaak ook in je bovenkleding af gaat tekenen. Maat 34 tot en met 42. Betwijfel tussen twee maten moet je bij deze sowieso de kleinste maat nemen. 59,95 en je kan het allebei bestellen op onze website waboe.nl.